In Afrika, daar help ik mensen met het leren van een beroep. Oh, dat kan zijn het onderhoud van een naaimachine en het repareren van een naaimachine, maar het kan ook zijn dat ik daar naaikursussen geef. Dan gaan daar de naaimachines die ik verzamel, die gaan we dus hier inderdaad eerst zorgen dat die gereviseerd worden. Helemaal nagekeken, zodat ze goed functioneren. Dan sturen we die naar Afrika. En daar geef ik dan, soms zijn er 20, 25, les aan vrouwen en mannen om een beroep. En ze kunnen de producten dan verkopen op de lokale markt. Ik had in Afrika een vrouwtje, of in Rwanda was dat. En die zegt, Teer, toen jij voor het eerst hier kwam, ik had 5 kinderen, ze hadden geen kleding en we woonden echt in een bos. En nu kan ik mijn kinderen kleden. Ze geeft zelf al opleiding aan andere vrouwen. En de kinderen gaan naar school. Ze zegt, ik ben zo blij, mijn kinderen kunnen nu school. Had ik voortijd geen toekomst en nu hebben ze gewoon toekomst. Ik vind het echt super. Dit is zo mooi en zo dankbaar werk. En ik ga ook altijd, gelukkig zijn mijn projecten tot heden toe geslaagd. En ga ik altijd met een goed gevoel weg. Dat geeft me echt zo'n warm gevoel dat mensen gewoon ja, een eigen toekomst hebben. Dat ze eten hebben. Ja, dat is echt, echt super. En daar ben ik super blij mee. Ik ben ertoe gekomen doordat, eindelijk omdat ik stoppen moest met mijn werk door ziekte. Wat achteraf, er werd me toevoorspeld dat ik heel ernstig ziek was. En ik voelde het zelf ook. Ik voelde me lichamelijk helemaal niet goed. Maar achteraf bleek het een, niet de oorzaak te zijn. Ze verwachten eigenlijk spierdystrofie. Maar achteraf was het dat dus niet. En door een magnetiseur ben ik erachter gekomen dat het eigenlijk iets of onschuldig. Maar dat inderdaad spieren en zenuwen beklemd zaten. Nou, dat is losgemaakt. Daar hebben we een jaar lang met heel veel therapie flink aan gewerkt. En toen kon ik echt weer lopen en ik was zielsgelukkig. En toen ben ik naar Santiago de Compostela gelopen. Ik denk, nou wauw, dan wil ik dat doen in elk geval. Dat kan ik. En daar ben ik een Pumme tegengekomen. En die vertelde mij over Pum, wat ze deden. Dat ze dus uitgezonden werden door ontwikkelingswerk. En dat ze daar, ze brengen nooit geen geld, maar ze brengen hun expertise over. En ik denk, wauw, dit is wat ik ook wil. Dus ik zei die man, zou dat wat voor me zijn? Dan zegt hij, nou, zegt hij, wat is je kennis? Ik zei, nou ben ik peuze en ik heb altijd een eigen atelier gehad, een naaiatelier. Dan zegt hij, dan zeker, want juist in Afrika is juist ateliers heel erg belangrijk. En zeker opleiding in het naaien. Dus ik ben heb me ingeschreven bij PUM. Het vereiste was Engels, wat ik toen nog niet sprak. Dus ik moest Engels leren. Maar in november heb ik me ingeschreven en in januari had ik mijn eerste opdracht. En sindsdien, dus ik ben nu voor de 12e keer weg geweest. Ik doe een oproep voor naaimachines. Dat mag zijn elektrisch, trap of hand. Ik kan echt alles gebruiken. Wij knappen ze op, reviseren ze, dus ze mogen ook stuk zijn. En ik doe een oproep voor stoffen, ritsen, garen. Dus alle fornituren wat te maken heeft met naaimachines. Naaimachines en fournituren voor het prachtige werk van Thea. En opslagruimte voor al die machines zou ook mooi zijn. Gelderlandhelpt.nl